Hoofdstuk 5 gaat over kwalitatief onderzoek. Onder kwalitatief onderzoek verstaat men eigenlijk allerlei vormen van kleinschalig onderzoek. Het doel is dan ook vooral het begrijpen. We willen weten wat de behoeften en de wensen van onze klanten zijn, zodat we daar veel beter op kunnen inspelen, denken producenten. Denk bijvoorbeeld aan het product ketchup. Dan denken ze, hoe kan ik het product ketchup nog aantrekkelijker maken? En om daar een antwoord op te kunnen vinden, moeten ze dus een kwalitatief onderzoek gaan doen in de vorm van brainstormsessies, creatieve workshops, discussies met klanten. Om vervolgens te kijken wat zijn concrete behoeften en de wensen van onze klant en hoe kunnen we daar het beste op inspelen. Als we dan ook kwalitatief naast kwantitatief zetten, zien we dan ook de volgende verschillen. Bij kwalitatief gaat het vooral om het begrijpen en het waarom, terwijl het bij kwantitatief vooral gaat om het meten en daarbij denkend aan hoeveel en hoe vaak. Drijfveren van kwalitatief zijn vooral ook de voorkeuren, verborgen wensen en emoties, waarden en inzicht krijgen in factoren die een rol spelen bij attitudes en gedrag. Waarbij het bij kwantitatief vooral gaat om achtergrondkenmerken, kennis, meningen, ook attitude, intenties en gedrag. De toepassing is vooral om productontwikkeling of pretesten, terwijl het bij kwantitatief gaat om de klanttevredenheid. Een methode bij kwalitatief zijn vooral diepte-interviews, groepsdiscussies of een observatie met een open vraagstelling waarin je veel moet doorvragen, terwijl het bij kwantitatief vaak enquêtes zijn, een experiment of een observatie, vaak met gesloten vragen. En anders zijn de vragen ook voorgecodeerd, zoals op antwoordmogelijkheden. Hier zie je nog een aantal andere verschillen tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Daarbij kan je kijken naar de onderzoekssituatie. Waarbij bij kwantitatief de onderzoeker harde cijfers wil verkrijgen en bij kwalitatief vooral inzicht wil krijgen. Daarbij is ook belangrijk de manier van bevragingen, maar ook de steekproef. Bij kwantitatief is het een relatief groot steekproef, terwijl ten opzichte van het kwalitatieve en de conclusies trekken. Zo doe je dat bij kwantitatief op basis van de hele onderzoekspopulatie. En daarbij gaat het vooral om cijfermatige uitkomsten, wat bij kwalitatief absoluut niet is toegestaan. En waarbij je dus ook geen uitspraken doet over de gehele populatie, maar waarbij je alleen maar eigenlijk uitspraken doet om de opdrachtgever te helpen begrijpen hoe zij denken en vooral voelen. Hieronder zie je een aantal toepassingen van kwalitatief onderzoek. Ik zal er een aantal toelichten. Als eerst verkennend onderzoek. Verkennend onderzoek bij kwantitatief onderzoek heeft vooral als doel om voorafgaand het onderzoek informatie te verzamelen over gedrag, denkbeelden of emoties van consumenten. Maar bij kwalitatief onderzoek is het lastiger. Als je voor een kwalitatief onderzoek een verkennend onderzoek wilt gaan doen, mits je maar aan de eisen houdt van een kwalitatief onderzoek. Stel je voor dat een marketeerder van een merkartikel zijn verkopen ziet dalen. Dan kan je bijvoorbeeld bij 10 personen een diepte-interview af laten nemen om te achterhalen wat daar de redenen voor zouden kunnen zijn. Zo kan hij op basis van de interviews concluderen als mogelijke oorzaak dat bijvoorbeeld de beschikbaarheid van het merk in sommige detailhandelszaken laag is. In dat geval kan de onderzoeker besluiten voor een kwalitatief onderzoek onder detailhandelaren om te kijken wat de redenen daarvan zijn. En dat vervolgens weer vergelijken met de eigen distributieafdeling. Ook kan de marketeerder besluiten om geen kwalitatief maar een kwantitatief onderzoek te doen wat gericht is op tussenhandel. Hieronder zie je nog een aantal andere voorbeelden van toepassing op kwalitatief onderzoek. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld productontwikkeling, want marketeerders zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten die toegevoegde waarde bieden voor de consument. En kwalitatief marktonderzoek is daar heel geschikt voor om nieuwe ideeën te genereren en deze ook vooral te gaan testen. Een goed voorbeeld hiervan is eigenlijk Wekamp. Wekamp kwam erachter met aan de hand van diepte-interviews dat de website vooral bekend stond bij de jongere generatie en bij jonge gezinnen met kinderen. Onder het mom van een website voor moeders. En naar aanleiding van hun diepte-interviews hebben ze hun site daarop aangepast en hebben ze daar succes mee geboekt. Methode van kwalitatief onderzoek. Zo is een methode een groepsdiscussie. Een groepsdiscussie is dan ook een gesprek tussen meerdere personen uit een marktonderzoeksdoelgroep onder leiding van een discussieleider. Zo spoort een marktonderzoeksbureau een aantal personen op die voldoen aan het gewenste profiel van een doelgroep. Ja, die mensen worden uitgenodigd, vervolgens wordt een onderwerp van de discussie bepaald, maar die wordt niet heel scherp geformuleerd om te voorkomen dat de proefpersonen zich inhoudelijk op het gesprek gaan voorbereiden. En aan de hand van een checklist met aandachtspunten gaat dan zo een gespreksleider in gesprek met mensen met daarin punten wat zeker aan bod moet komen.
Zo kun je groepsdiscussies tegenwoordig ook online houden. Op YouTube filmpjes of online forums. Een ander voorbeeld is de Delphi-methode. Dat is een techniek waarbij de ondervrager het gesprek met zijn respondenten voert in een aantal ronden. En zo krijgt de interviewer elke ronde informatie en confronteert weer zijn gesprekspartner met de verkregen informatie in de vorige ronde. Een ander voorbeeld is interview. Aan de hand van een checklist zorgt de interviewer voor een volledige afwerking van alle invalshoeken en moet vooral doorvragen en de respondent eigenlijk vooral op zijn gemak laten voelen. Bij kwalitatief onderzoek zijn eigenlijk niet alleen de antwoorden van belang, maar ook hoe bijvoorbeeld antwoorden worden uitgesproken en eventueel hun lichaamstaal. Daarbij is het dus ook van belang om in kaart te brengen wat de emotionele respons is. Het lastige daarvan is dat koopbeslissingen vaak op basis van emoties vaak het onbewuste van de mens. En mensen zijn daar deels bewust van en deels onbewust van. En soms hebben het ook achterliggende gevoelens. En vaak zijn mensen geneigd om sociaal wenselijke antwoorden te geven als het om emoties gaat. Dus daarom is het belangrijk om daar als onderzoeker goed zicht op te hebben. Omdat vooral heel veel respondenten te aardig zijn in groepsgesprekken of in diepte-interviews. Nou, welke technieken kun je daarvoor gebruiken? Hier een aantal technieken om die emoties of het onbewuste toch in kaart te brengen. Denk aan collages die ze moeten gaan maken of het hardop denkprotocol werkt vaak ook wel goed. Maar je kunt ook ICT-technieken ervoor gebruiken zoals eye tracking, wat ik de vorige keer heb toegelicht, of een MRI-scan. Een andere interviewtechniek is laddering. Laddering is eigenlijk een techniek waarbij men tracht te achterhalen welke betekenissen de consument toekent aan een product of dienst. Met vooral als achterliggende gedachte dat er in het geheugen van de consument sprake is van een hiërarchische betekenisstructuur. Oftewel, een product heeft een aantal kenmerken, dit kan concreet zijn of abstract, en deze kenmerken hebben bepaalde gevolgen, of functioneel of psychosociaal. Om vervolgens weer te kijken of deze weer overeenkomen met de nagestreefde doelen die een consument heeft. Dit is een interviewtechniek wat hoge eisen stelt aan de interviewer en wat heel veel tijd kost. Zoals bijvoorbeeld het samenvoegen van diverse gespreksresultaten vergt toch wel de nodige ervaring. Nou, hoe werkt het? Laten we dat doen aan de hand van het volgende voorbeeld. Nou, men begint eerst met een inleidend gesprek. Zo worden eerst vragen gesteld over de kennis over het gebruik van een bepaald type product. En in dit voorbeeld gaat het onder andere over een koffiezetautomaat. Daarna wordt er gekeken welke kenmerken de respondent belangrijk vindt aan het product. Denk bijvoorbeeld aan de druppelstop, capaciteit, vormgeving, etc. En daarna begint eigenlijk het ladderingproces door te kijken van wat dat kenmerk juist zo belangrijk maakt. Nou, dit gaat door totdat de respondent geen antwoord meer weet op de vraag waarom het zo belangrijk is. En dan gaat de interview over op een andere kenmerk. Nou, dit zien we in het voorbeeld terug. Bij het druppelstop denkt hij aan tussentijd uitschenken, koffie op plaatje. Bij capaciteit aan maar één keer zetten of bij high speed koffie snel klaar. Vormgeving mooi en thermoskan koffie verdampt niet. Nou, als laatste ga je naar de eindwaarde en dat is eigenlijk genot, acceptatie en gemak. En dat zijn toch wel de waarden die belangrijk zijn en de bron zijn voor het gedrag. Nou, tot slot kan je kwalitatief onderzoek ook online doen. En daar zijn heel veel websites voor. En kunnen mensen een kleine vergoeding krijgen voor het meedoen met zo'n onderzoek. Nou, tot slot kan je de kwantitatief en de kwalitatieve onderzoek kan je ook gemixt aanbieden. Het grote voordeel daarvan is dat je kwantitatieve data kan verrijken met inzichten vanuit kwalitatief onderzoek. Via het onderstaand linkje kunnen jullie daar een voorbeeld van zien. Dit was de uitleg van hoofdstuk 5. Nu kunnen jullie verder oefenen met de opdracht 5.1 en 5.2 van het boek van Koiker.